bombardiert. In de Alexanderkazerne, waar de manschappen van luitenant George verblijven, komen 66 mensen en meer dan 100 paarden om. George krijgt meteen een moeilijke taak. Duitse parachutisten hebben aan de rand van Den Haag een belangrijke positie veroverd en zij moeten uitgeschakeld worden. Er moet voorkomen worden dat de Duitsers vanuit deze villa Dorpaal de brug oversteken en Den Haag kunnen bezetten. Dat was spannend, omdat we keken naar dat peloton. Dat was natuurlijk gewoon. Dus die kwamen de straat door, marcheren, keuren maken. En toen... Toen kwam er een vliegtuig en die schoot daar eventjes wat op en reden. Het Duitse leger heeft veel betere wapens. Alleen een heel slim plan kan deze veel sterkere vijand verslaan. George heeft een voorstel om de Duitsers te misleiden.